Ik hoop denk gewoon dat Gerrit weer de lul is. Ja, maar denk je, ja, dan moeten er 3 op de bank, hè? Ja. Minimaal. Ja, weet je het nog niet, hoor. Nee, maar jij maakt je altijd richting de stemmingen druk. Ja. En uiteindelijk valt het altijd mee. Ja, maar het kan een keer misgaan, toch? Ja, maar je moet er maar vanuit gaan. Al die keren heb je voor niks zorgen gemaakt. Ja, dat is waar. Is toch fucking zonde van je tijd en energie? Ja, zeker. Ja. Ik ben wel heel benieuwd wie er allemaal stemmen gaan krijgen. Ik had er net met Fren over dat ik heb heel af en toe heb ik het idee, dan is er een week geleefd hier en dan weet je van mensen wel een beetje wat ze doen en zo, toch? Maar die Andrea. Soms heb je het idee als je daarna denkt, goh, heb ik haar eigenlijk afgelopen week wel gezien? Ja, ik heb haar nu ook al niet gezien. De hele dag niet. Nee, ze is in het tattoo studio. Nu is tattoo studio. Nee, maar zei ik net ook al tegen jou van, sorry, maar wat doe je eigenlijk? Ook, waarom is ze hier? Ze is een beetje dingen aan het schilderen. Dat heb ik vorige week ook nog over gehad. Alleen maar een beetje aan het schilderen. Sorry, maar dit is een platform om je dromen na te jagen. En iets anders te doen dan je normaal gesproken zou doen, bijvoorbeeld. Ja, ze wou iets met eten gaan doen, toch? Ja, ze zou koken. Elke dag voor de groep. Dat is ook niet gebeurd. Nee, dat was snel klaar, hè? En dan was ze blij dat, ja, weekend niet. En dat er steeds meer dagen werden afgezoomd. Daar was ze alleen maar blij om. Ja, raar, toch? Ja. Als je dat echt leuk vindt. Nou, een soort van wel. Maar ik vind het ook niet erg om 5 minuten te wachten. Wat? Voor Frenny, ja. Zijn jullie in de rij? Oh, god, meen je niet? Ja. Nou, ik was eigenlijk van plan om straks wel even te gaan roken. Waarvoor zou zij zich hebben opgegeven? Andrea, ja, weet ik veel om een koe te kopen. Ze is hier al 4 maanden, hè? 4,5. En ik weet niet eens wat was eigenlijk de tram toen ze binnenkwam? Koken toch? Ja, koken. Ze had vegan kookboeken mee en ja, zoet. Nee. Dat een beetje. Maar voor de rest weet ik eigenlijk ook niet wie het is. Ja, ik merk niet zoveel aan haar. Als er discussies heeft. Ja, komt er ook niet zo heel veel uit of zo. Ja. Ze is meer een soort van doorgeefluik. Ja? Ze zit zeg maar ergens op een stoel aan de tafel en dan zie je er niet, omdat ze klein is. Maar dan vangt ze informatie op en als je dan de silo verlaat, dan loopt zij snel aan de andere kant op en dan gaat ze praten. Een soort van infiltrant. Ja. Ja. Maar het werkt niet zo goed, want heel veel mensen hebben al een afkeer tegen haar, dus. Ja. Moet ze naar een afkeerkliniek? Ja. Maar wat zou er nou naar boven komen als we Andrea gaan onderzoeken? Lijkt mij wel heel interessant. Mm. Vanmorgen hielp ze me met de diertjes toen. Het enige wat ze heeft gedaan is een halve emmer water gepakt. Waar een Milena komt na een half uur naar me toe, is er geen water gepakt. Want er zat maar zo'n laagje in. Ja? Yeah. Apart, hè? Misschien moeten we er eens over na gaan denken welke antwoorden we op welke, of welke vragen we moeten stellen om erachter te komen wie ze is. Er zijn heus wel onderzoeken naar. Dat je de juiste vraag, daar gaat het in het leven om, bij alles. Mm-hmm. Als je ergens achter wil komen, dan moet je de juiste vraag stellen. Maar wat is nou de juiste vraag om erachter te komen wie Andrea is? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ja, dat is de juiste vraag. Ja. Leuk is ook, ze wou Fren ook helpen van joh, in de kuil van joh, kan ik je ergens mee helpen? Ja, nou, wil je een beetje hark of zo? Nooit meer teruggekomen. Nee, apart, hè? Vertrekt, kom nooit meer terug. Hoe ben je nu als je toch zangles?
Ja, of 2 uur of 3 uur. Oh, okay. Ik wil ergens in de middag nog herinneren. Zo, ik zit helemaal onder. Hé, hebben we de telefoon? Ja? Heb jij hem? Terug binnen. Zo terug, of Franter. Ja hoor, dat zit goed.